Marktverkopers van de centrale markt in het district Paramaribo hebben zich ingenomen getoond met gestes die het instituut van de First Lady aan hen heeft gedaan. De presidentsvrouw heeft op donderdag 8 april waardebonnen geschonken aan de marktventers. First Lady Melissa Santokhi Sinashiri was persoonlijk aanwezig om de coupons te overhandigen. De presidentsvrouw is zich bewust van de noden binnen de samenleving en probeert zij die het meest nodig hebben middels waardebonnen tegemoet te komen. Kijkt u mee naar het verslag van haar bezoek aan de markt. De voorbereiding was goed geweest. We hadden protocollen van het kabinet van de First Lady gekregen met alle protocollen. En we hebben ervoor gezorgd om de protocollen na te leven. Maar is de markt, je weet, de centrale markt is centraal. Je hebt standhouders, je hebt bezoekers. Je hebt mensen die gewoon lopen en willen kijken van hey, wat er allemaal gebeurt. Nieuwsgierigen ook. Dus we hebben ook aan die andere groep gedacht. Maar we hebben toch ervoor gezorgd dat de First Lady toch safe van hier is weggegaan. En toch zijn doel heeft bereikt. Want het doel eigenlijk was om de markt te bezoeken. En de standhouders iets tegemoet te komen. En dat was het doel en ze heeft toch zijn doel bereikt. Ik heb vandaag een bezoek gebracht aan de centrale markt, de Paramaribo. Wat zijn uw bevindingen? Nou, in ieder geval, we zijn heel erg blij natuurlijk dat de First Lady ons heeft vereerd met zo'n bezoek aan de centrale markt van Paramaribo. We zijn heel blij ook namens het totale commissariaat, maar ook de marktventers en het personeel dat hier op de markt werkzaam is. De First Lady heeft met de diverse marktventers kunnen spreken, heeft ze ook verrast. Met een bijzondere gift, een cadeaubon. En dat heeft de mensen enorm geëerd. Het is een hart onder de riem. En zo heeft de First Lady heel snel zowel in de markt als wel buiten de markt met diverse marktventers kunnen praten en kunnen zien in welke omstandigheden de mensen hier op de markt elke dag werken en hun best doen om aan de Surinamers groente en fruit en andere producten te verkopen. Mevrouw Dousa, First Lady Kona Awoye, tide fa you fin asandati? So, mi fene her boom, wan gimi lek wan oso mananga fokchin, atranga gimi, me hosala inse, me hosala strati, me lon ala di, en sa mi lerif oso se na taki wan pasensu manan wan guduman. Desef mi aba pasensi me do mi best, en tide a First Lady kon inse, en mi kis wan enfala fu en, mevrouw mi no sa tegi fa mi breti, wan da mi sap o furu, mi kan fin inen de belangrijkste aan mi no go bai krosi bai so want dat entranga nanga fopchin dem nyanga skoro des mo kisa de moro bun san mi sukru mi oli so taku sa den de wa mi sa taka de tamara asa de wan bun de meneer Ramsuk, wat vindt u ervan dat de First Lady een bezoek heeft gebracht aan de centrale markt? Heel prima, ik vond het heel leuk. Ik was echt tevreden dat ze hier is op de markt gekomen. Helemaal tevreden. De First Lady heeft ook een envelop meegenomen. Wat vindt u daarvan? Helemaal prima. Ze heeft ons gedacht. Dus ik vond het heel leuk. Vandaar dat ze een envelop heeft achtergelaten voor ons. Daar ben ik tevreden daarmee. Wat zegt u aan de First Lady? Zou ik zeggen, heel goed werk moet ze doen. En ze moet blijven helpen aan bepaalde mensen. Dat ze altijd een donatie kan geven aan bepaalde mensen. Mensen hebben het ook een beetje hard in Suriname momenteel. Maar het lukt wel. Het lukt wel.